in verband met kerst wensen we de hele Surinamse gemeenschap gezegende en gezonde feestdagen toe. Dat is belangrijk. En ook veilig, een veilig feest. Maar ook bijzonder, dat het zijn ook gedenkdagen dat we ook in gebed gaan om het beste toe te wensen voor iedere zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen gezin, zijn buren, maar ook voor Suriname. En de jaarwisseling moet natuurlijk veilig gaan, dus we vragen iedereen om veilig om te gaan, vooral met bombels, vuurwerk, dit en dat, zodat we een goede jaarwisseling hebben, een veilige jaarwisseling. En dat we volgend jaar met veel energie, met veel vreugde, veel gezondheid, weer een jaar hard kunnen gaan werken in 2024. Kijk, de boodschap is steeds hetzelfde. De Heer Jezus Christus is gekomen op aarde om de liefde van God te demonstreren aan die mensheid. En als je nu, welke rol je ook vervult in de maatschappij, politiek leider, leerkracht, schoonmaker, schoonmaakster, topondernemer. Er is een gebod die God gegeven heeft aan de mensheid. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Men noemt het ook wel een golden rule, anders gezegd. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Matthäus 7:12, dat is Jezus. En de wereld heeft het overgenomen door het te noemen de golden rule. Dus ik denk, in de periode van kerst, laten we elkaar vergeven. Ik weet, het is heel moeilijk. En voor december zeker, omdat je historisch weten we dat we de 8 december moorden hebben gehad. Dus sommige mensen zijn nog steeds in die fase van hun leven, waarbij je steeds herinnerd wordt aan pijn en verdriet. En mijn gebeden zijn met de mensen. Maar over het algemeen denk ik dat we toch op de plaats moeten komen om te vergeven. En iemand heeft me ooit de vraag gesteld: maar als anderen die je wil vergeven geen vergiffenis vragen, moet je ze toch vergeven? Tuurlijk moet je ze vergeven, omdat God gezegd heeft dat als jij niet vergeeft, hij jou ook niet zal vergeven. Dus we moeten elkaar vergeven. We moeten dankbaar zijn dat we er nog zijn. Velen zijn, zullen de kerst vieren zonder hun man, hun vrouw, hun ouders. Denk maar aan de 16 mensen die zijn omgekomen. En zo kan je doorgaan. Respect hebben tegen elkander. En proberen een nationalistische visie en opstelling te hebben, wat soms heel moeilijk is in Suriname, omdat er zoveel fundamenteel onrecht is. Soms als je kijkt naar die dingen, word je wel weer boos worden. Ik heb in een ander interview gezegd, het wordt tijd dat er werkelijk scheiding der machten komt. Want dat zelf merk je dat er niet meer is. Er is zoveel onrecht. En als er zelf onrecht wordt opgemerkt binnen de trias politieke, dan schrik je. Begrijp je? Alles is nu verweven in elkaar. Het lijkt alsof mensen de taal praten van hun politieke partij. Terwijl de mensen zijn gekozen om te zitten in posities. Als je nu rechter bent, parlementariër bent of regering. Je moet het volk dienen. Je moet het volk dienen. Je moet recht spreken. Je moet recht handelen. Je moet ervoor zorgen dat het gevoel dat je in de rechtsstaat leeft nog steeds er zal zijn. Niet alleen in een kwestie van misschien één bepaalde zaak, maar overal. In alles. De kleine man, als hij een misdaad heeft begaan, moet zeker weten dat, oké, me doen een fout, contact met jou aan like weer, als strafmaat of de dizzy. Maar moet niet horen dat iemand van een andere, ieder van een andere ras hetzelfde doet, die ene krijgt, die blagaman krijgt 2 jaar en die in die staan wordt vrijgesproken. Dan zeg ik, er is geen scheiding der machten. Er is onrecht daar bij de rechterlijke macht. En ik zeg dat, ik weet het zijn gewaagde uitspraken, maar ik zeg dat niet om mensen te beschuldigen. Ik zeg dat rechters meer en meer gaan beseffen dat wanneer ze uitspraken maken, kijken we wel naar die uitspraak.
En zodra ik het wranggevoel heb dat, hey, dit lijkt niet te kloppen. Twee van de mensen doen hetzelfde. En die een krijgt minder en die ander. Die een krijgt één, de andere wordt vrijgespoeld. Die andere krijgt 10 jaar, die andere krijgt 5 jaar of 2 jaar. Dan schrik je even. Dus ik roep alle actoren op. Laten we op alle gebieden proberen rechtvaardig te zijn. Zeker als geestelijke rij, want het is een God. En je zal voor hem moeten staan. En al je daden die je hebt gedaan op de wereld, zal je daarvoor verantwoording moeten afleggen. Dus laten we rechtvaardig zijn. Laten we naaste liefde hebben. Laten we respect hebben voor elkaar. Laten we ook de mensen die het heel moeilijk hebben in de decemberperiode, laten we ook hun respecteren. En ook voor hun bidden. En ook met hun zijn. Het gevoel van weten, hey, je staat niet alleen. Ja toch? Dat is heel belangrijk in deze tijd. En dat denk ik dat we als Surinamer eindelijk een natie kunnen worden. Nou, in het moment zelf hoop ik dat iedereen een fijne kerst heeft en een goede jaarwisseling. Maar op de background gaat het niet goed in het land. Dus ik denk dat we moeten bezinnen ook om het beter te maken voor iedereen. Dus we moeten ons best harder doen. Ja, staat Soli ook.